released afgelopen oktober. En door sommigen zelfs een epische release genoemd. En vandaag gaan we erachter komen wat een aantal van de belangrijkste features zijn. Ik ben dus Menno en ik werk sinds vorig jaar bij Oracle. Onderdeel van het Apex Development Team en ik werk gewoon vanuit Nederland. Maar ons team is wereldwijd. Dus wat zijn de features die we vandaag gaan behandelen? Ten eerste, er is een nieuwe cards region. Was er al wel, maar deze is veel flexibeler. Er bestaat zoiets als automations die je in je applicatie kunt instellen. Je wil eigenlijk op basis van een aantal condities dat er een actie wordt uitgevoerd. Faceted search is de manier om bijvoorbeeld te zoeken in een webwim call als bol.com en dat soort dingen. Was toegevoegd in Apex 19.2 en we hebben daar verbetering aan doorgebracht. Report printing, dit is het onderdeel waar ik zelf veel aan heb gewerkt sinds ik nu 1,5 jaar bij het team werk. Dan hebben we 3 dingen over REST. Datasynchronisatie. Je hebt een REST API en aan de andere kant heb je je lokale database tabel. Hoe kun je die data synchroniseren? Connector plugins. Het is een hele mond vol, REST Data Source Connector plugins. Maar we gaan er straks achter komen waarom dat nodig was. Nieuwe web credential types. Dat wil zeggen, je hebt een API key of een HTTP header die je wil gebruiken. Redwood UI, de nieuwe Oracle huisstijl. Developer experience. Mocht je in page designer werken of je application builder, hebben we een aantal wijzigingen doorgebracht. Waardoor je effectiever zou kunnen moeten werken. Een paar items geïmproved of zelfs nieuw. En dan wat overige onderwerpen. En tenslotte JavaScript libraries die we hebben geüpdate. En dan ga ik beginnen met Redwood UI. Dit is de nieuwe huisstijl sinds vorig jaar van Oracle. En je zal zien dat steeds meer applicaties van Oracle en producten gebruik maken van Redwood. Zo ook Apex. Het was al beschikbaar in de builder, dus die was geüpdate in Apex 20.1. En in de nieuwe versie, 20.2, kun je Redwood ook kiezen als een stijl van het Universal Theme in je applicatie. Waarom zou je dit willen? Nou, waarschijnlijk, meest voorkomend zal het volgende scenario zijn, waarbij je een aantal Oracle-producten hebt. Inmiddels zijn die wellicht al in Redwood UI gesteld. Jouw Apex-applicatie die je er tegenaan hebt gebouwd, zou dezelfde look en feel moeten hebben. Dat geeft het idee dat het één geheel is voor de eindgebruiker. En dat kun je vanaf nu doen. Laat ik even laten zien hoe je dat kan instellen, want ik ga vandaag gebruik maken van voornamelijk 1 applicatie en dat is om de nieuwe cards region te demonstreren. Zoals je ziet wordt het Universal Theme gebruikt. Als ik mijn teamroller open, hier via de developer toolbar, dan is het de huidige stijl die ik heb gekozen is Vita. En ik kan kiezen voor Redwood Lite. Nou, je zal meteen ongeveer zien hoe het eruit zal komen te zien. Het heeft hier een sterretje wat betekent dat hij niet aanpasbaar is. Dus je kan er geen customisatie meer aan toepassen. Laten we hem actief maken en de pagina wordt automatisch herladen. En er valt niet heel veel over te zeggen. Je ziet de kleuren zijn anders en je hebt allerlei achtergrondmotieven in sommige locaties van je applicatie. Dus wat Redwood UI betreft, vrij simpel. En als we dan doorgaan, dan gaan we even kijken naar de nieuwe cards region. En dit is echt een nieuwe regio-type die heel flexibel is als het gaat om het tonen van cards. Dus je wil je data tonen in de applicatie, maar niet als een report, niet in een tabelstructuur, maar gebruiksvriendelijker of misschien zelfs attractiever voor de gebruikers. Je kan werken met plaatjes, met video's en de card als het ware stijlen zoals je zelf wil. En zelfs meerdere acties toevoegen aan een card, waardoor je op onderdelen van de card kan klikken. Als we even terugkijken naar de geschiedenis van cards in Apex, dan hadden we al cards. Alleen moest je gebruik maken van een classic report en daarbij een card template.
En nu is het een native region. Je gaf voorheen een query op. En dan moest elke kolomnaam in de query overeenkomen met de alias of de placeholder van de card template. Dat is nu anders. Je kan een mapping maken, declaratief. En er is nog één onderdeel wat ik hier wil aanduiden. En dat is server-side rendering voorheen. Classic reports. Hè? Dan krijg je HTML terug van de server. En nu gebeurt alles via de client. En om dit mogelijk te maken is eigenlijk een groot onderdeel daarvan een volledige update van onze client-side JavaScript templating module. En de cards region is de eerste region die daar gebruik van maakt. Dus als we kijken naar de toekomst van Apex, dan zou het zo kunnen zijn dat er meer componenten van Apex via de client worden gerenderd. Als we wanneer een actie zien in mijn applicatie hier, dan laat ik eerst het basic example zien, waarbij we de employee data hebben. De employee name wordt getoond als titel van een card. De body van de card is de job. En hier zien we dat voor het icoon van de card de initialen gebruikt worden. En als badge wordt het department nummer weergegeven. Hoe ziet dit eruit in Page Designer? Dan ga ik naar Quick Edit, naar mijn andere tabblad. En altijd als Zoom aanstaat, laat het iets langzamer, maar daar is hij. We hebben een nieuwe Cards Region. Wat geef je op? Een source. Waar komt mijn data vandaan? In dit geval een tabel. Alle andere attributen vind je onder de attributes tab. Nou, die zat voorheen in de tree, die is verplaatst. Alles wat een 1-op-1 relatie heeft met de region zelf, verplaatsen we naar de attributes in deze nieuwe tab. De grid heeft een bepaalde layout. We zien inderdaad dat de titel van de card gemapt is aan de e-name van de tabel. De body aan de job. En dan is het enig interessant om nog te laten zien dat voor de icon initialen worden gebruikt. En initialen, de bron daarvan is de employee name. En voor de badge wordt het department nummer gebruikt. Maar dit is vrij basic. Je kan weinig met een card, je kan nergens op klikken. En daarvoor hebben we card actions. En er zijn twee varianten. Ofwel zeg je, mijn card is helemaal klikbaar en die heeft dan één actie. Of je deelt het op. En hier zie je dat mijn muis verandert en ik kan op elke card klikken om de achterliggende data aan te passen. Dat is één voorbeeld. Het andere voorbeeld is waar je bijvoorbeeld twee actions hebt. Ik kan op de naam klikken en dan word ik doorverwezen naar een andere pagina. En er zijn een aantal cards en dat zijn de personen die een developer role hebben. Die een extra button hebben, de card. En die kan ik direct wijzigen. Om dit in te stellen in je card region is opnieuw vrij eenvoudig. We hebben hier de card region. De titel is de ene action. En daarnaast hebben we een button. En die button die redirect naar een page. En die wordt alleen getoond als de kolom job de waarde developer heeft. En dat controleren we per rij. Het wordt nog interessanter als je bijvoorbeeld gebruik maakt van afbeeldingen met cards. En dit is een voorbeeld waarbij we de afbeelding in een blob opslaan in onze tabel. En dan worden langzaam geladen. Daar komen ze. En dit is niet de enige mogelijkheid die je hebt. Dus we hebben nou twee actions en we zien de blob zelf. Je zou het ook op een URL kunnen doen. Hierbij worden de afbeeldingen extern geladen vanaf het internet. Mocht je geen afbeelding willen, maar laten zien als een JET component, dan kan dat ook zelfs. Het is iets meer complex en je krijgt een soort van dashboard in dit geval. Maar alles is mogelijk. Alle rendering gebeurt op de client-site met JavaScript.
ga ik nog één voorbeeld laten zien. En dat is de movies. Dat is het mooiste voorbeeld. En het ziet er erg mooi uit. Wat we laten zien is een afbeelding, een poster van de film. Die poster herbruiken we voor de achtergrond. En daarnaast zie je allerlei informatie over de film zelf. Met drie actions. Add to list of like of share. En zelfs een algemene gemiddelde score van de film. Een rating. En laten we deze nou eens gebruiken om meteen te kijken naar wat andere dingen. Wat we bijvoorbeeld kunnen zien, als ik debug zou aanzetten. En ik ga view debug. Making get. Dan zien we dat deze gebaseerd is op een REST API. Dus dit is geen lokale data. Nee, we halen de informatie ergens van op. En dit is de REST API die we daarvoor gebruiken. Laten we zien hoe we dit gedaan hebben in de page designer. De pagina zelf is erg eenvoudig. We hebben één region. Inderdaad, de drie actions die we zagen. Hij is gebaseerd op een REST source in dit geval. De trending MovieDB als REST source. En alle andere attributen om die cards op deze manier weer te geven, zijn declaratief. Dus we hebben de titel, we gebruiken bijna alle opties dit keer. De release date als subtitel. De body is de overview van de film. Waar gaat die film over? Nog een media type. En hier zie je bijvoorbeeld dat icoon dit keer niet initialen zijn, maar we willen een image laten zien. Via een URL. En we gebruiken dat ook voor een externe URL met een substitution string, zodat de waarde uit de database gebruikt wordt om precies de juiste image op te halen. Als batch de voting average. En dan hebben we nog media. Die laten we dezelfde image URL zien, maar nu als achtergrondafbeelding. Als we gaan kijken naar die movie database, dan is dit de documentatie van de API waar het op dit moment om gaat. En als we een beetje naar onder scrollen, staat hier een onderdeel try it out. En we kunnen dus even kijken of dat ook daadwerkelijk werkt. Dus ik wil de trending movies van de afgelopen dag zien. En dan zou je deze URL kunnen gebruiken. Let wel, je moet registreren, dus je moet gebruik maken van een API key. En om te zien, laten zien dat het werkt, roep ik hier mijn REST endpoint aan. Ik heb mijn API key, ik ben geregistreerd. En ik krijg mijn data daadwerkelijk uit die API. Stel, ik wil dit nou toevoegen in Apex en daar een rapport op baseren. Is dat dan moeilijk, zou je afvragen? Nee. Eigenlijk alle functionaliteit hiervoor is aanwezig in Apex. Je gaat naar je applicatie. Je gaat naar je Shared Components. Hier hebben we de REST Data Sources. Laat ik er één toevoegen. Om te laten zien hoe het werkt. From scratch. Wat heb ik nodig? Ik moet het een naam geven. Demo. En de URL die nodig is. Er hoort een API key achter, maar dat laat ik zien. Dat is het nieuwe onderdeel. Die komt er vanzelf bij. Van deze URL wordt een remote server gemaakt. Die remote server wordt opgeslagen binnen je workspace, zodat je hem ook kan exporteren en herbruiken binnen applicaties. Nou, omdat ik hem al had, zal ik hem opnieuw gebruiken. De MovieDB, ik moet alleen de juiste URL opgeven. Vervolgens kan ik op Next klikken. En inderdaad, wordt authenticatie gebruikt. En ik heb al credentials en die zijn van het type MovieDB API key. Als ik dan even snel terug ga naar mijn presentatie, dan zie je dat die webcredentials nieuw zijn in Apex 20.2. Dus we hebben twee soorten. Ik gebruik nu de URL query string. De naam van die query string is API key en de waarde is de unieke key die ik heb gekregen van ze. Maar je zou ook kunnen kiezen voor HTTP header types. Alleen, die wordt niet ondersteund door de REST API die ik in dit geval gebruik. Kunnen we op Discover klikken.
En daar zie je inderdaad dat data is opgehaald, welke kolommen erbij horen. En een voorbeeld van een aantal rijen die zijn opgehaald. Ziet er goed uit, dus ik maak mijn REST data source aan. En op dit moment kan ik hem gebruiken als rapportage, zonder ook maar een regelcode te schrijven. Dus ik kan deze pagina opnieuw aanpassen. En hij is nu gebaseerd op de trending MovieDB REST Source. Maar ik heb net een nieuwe aangemaakt, demo. Ik sla de pagina op en wil de wijzigingen zien. En ik zie dat alles inderdaad exact nog hetzelfde werkt. Als ik een beetje naar onder ga scrollen, dan valt me op dat het na 20 films ophoudt. En ik zie geen paginatiemogelijkheden. En dat komt omdat Apex niet uit zichzelf kan weten hoe elke API, want er zijn er vele in de wereld natuurlijk, hoe die werken intern. Apex heeft iets meer metadata-informatie nodig van mij, hoe om te gaan met paginatie, hoe om te gaan met externe filtering of sortering. Dus als we nog even teruggaan naar mijn REST-client, waar ik hem heb aangeroepen, en ik klap mijn resultaten in, dan zie ik dat ik nu op page 1 zit. En daarbij worden 20 resultaten getoond. Maar in totaal zijn er wel 100.000 pagina's met uiteindelijk 20.000 films. Dus ik wil graag Apex laten vertellen, kijk, er wordt gebruik gemaakt van paginatie hier. En het zou mooi zijn als je daar dat kan respecteren. Dan gaan we terug naar mijn presentatie. Want dat kan. Daar komen de REST Data Source Connector plugins bij kijken. Daar geef je op, zo werkt deze specifieke API. En die definieer je één keer in je applicatie, of je kan hem zelfs met de rest van de community delen, waar de rest dan vervolgens gebruik van kan maken. Dat zal je als developer moeten doen. Je maakt een soort plugin aan, of een echte plugin. Dat is een nieuwe plugin type. Vereist een beetje PL/SQL code. En je applicatie is direct in staat om gebruik te maken van je nieuwe data source plugin. Nou kan ik natuurlijk voor mijn MovieDB een nieuwe connector plugin maken, maar mijn collega Karsten Tsarski was zo vriendelijk om dat al te doen. En die heeft het zelfs beschikbaar gesteld. Dus Oracle heeft een GitHub pagina met allerlei voorbeelden. We hebben sinds kort daar een Apex pagina. En een van de voorbeelden is een plugin voor REST. En die heet de Fixed Page Size plugin. En die maakt, zoals je kunt zien, gebruik van dezelfde Movie Database API. Hier vandaan heb ik de plugin gedownload en geïnstalleerd in mijn voorbeeldapplicatie. Dus ga ik opnieuw naar Shared Components. Onder Plugins zie ik hier de nieuwe plugin. En het type is een REST Data Source plugin. En dat is nieuw. Ik ga kort laten zien hoe die werkt. Ik wil niet te veel code laten zien. Een plugin werkt altijd met callbacks. Wat moet er op een bepaald moment gebeuren? En daarvoor geef je code op. In het geval van de REST plugin, connector plugin, moet je opgeven wat zijn de mogelijkheden die deze API biedt. En hoe die mogelijkheden dan gebruikt worden, geef je aan in de fetch procedure. Dus laat ik eens even kijken. Hier heb ik mijn capabilities, mijn mogelijkheden. En die is heel eenvoudig. Filtering wordt niet ondersteund. Paginatie wel. En ordering wordt ook niet ondersteund. En hoe we dan die paginatie bijvoorbeeld gaan doen, dat zie je hier in de fetch procedure. Die is wat uitgebreider, maar uiteindelijk zal je zien dat er een extra URL-parameter wordt meegegeven aan je request met de juiste page ID. En we bewaren, zeg maar, in memory waar we zijn. Dus deze ziet er goed uit. Ik hoef hem niet aan te passen. Het enige wat ik moet doen is teruggaan naar mijn shared components, naar mijn nieuwe data REST source, REST data source, mijn demo in dit geval. En ik zeg, ja, het is geen simpel HTTP meer, want ik weet meer over deze API. Ik wil graag gebruik maken van de plugin. Dat is het type.
Dat sla je op. En ik kan de pagina direct verversen. En als ik nu naar onder scroll, zie ik dat ik mijn paginatie terug heb. Ik kan naar de volgende set van 20 en zo door. En nu duurt het langer, want hij haalt standaard 3 pagina's met data op. Dus deze zullen snel gaan. En na 3 keer, dus nu, zal er weer data worden geladen. Ook dit kun je weer zien in je debug output. Alle requests die zijn gedaan, staan erin. En als ik deze pagina opnieuw laat, dan is de performance helaas nog niet verbeterd. Dus als ik nu ga scrollen naar de derde, wordt er opnieuw geladen. En dat zie je ook terug in die debug. Dus wat we al hadden, is caching. En ik laat het even kort zien. In mijn REST data source definitie van demo, kan ik naar de get handler gaan. Dat is de enige die bestaat. Die ga ik wijzigen. En onderin kan ik het caching aanzetten. En in dit geval zou ik willen dat er maar 1 keer per dag nieuwe data wordt gefetcht van deze REST API. Daarvoor kan ik deze notatie gebruiken. Ik zal hem hier plakken. Dus 1 keer per dag data ophalen alstublieft. Ververs ik nu mijn pagina. Dan zal die nog data moeten ophalen. Maar de volgende keer als ik de pagina ververs, wordt er geen data meer opgehaald. En dat zien we ook terug in de debuglog. Want er worden geen get requests meer gemaakt. We gaan alleen naar de cache kijken. Loading records from my cache. Dus dat is al een stuk beter. Nou kan het zijn dat dit zelfs voor je applicatie nog niet voldoende is. Dus ik zal het caching mechanisme uitzetten. En een andere mogelijkheid laten zien. Stel nou eens dat ik die data gesynchroniseerd wil hebben in een lokale tabel. En dan komen we uit bij het volgende onderwerp. Data source synchronization voor REST. Dus aan de ene kant heb je je REST API, aan de andere kant een lokale tabel. En die wil je om de zoveel tijd synchroniseren met elkaar. Dat kan, je kan kiezen of je een append, merge of replace wil doen van bestaande data en nieuwe data. En een aantal limieten die je kunt instellen. We zullen zo zien dat dat belangrijk is om inderdaad te doen. Als ik dat ga uitvoeren, dan ga ik terug naar mijn demo data source. En aan de rechterzijde vind je manage synchronization. Daar kan ik op klikken. En ik zie dat er nog geen synchronisatie is ingesteld. Nou, laten we dat maar wel doen met de movies tabel. Een nieuwe tabel. Die bestaat al. Dan kies ik simpel 1. De tabel is nog niet aangemaakt. Je kan precies zien wat Apex voor je zal aanmaken. Hier is een create table statement. Je ziet er goed uit. En de laatste 2 kolommen bevatten meer informatie over de synchronisatie. Een soort van metadata. Create table. De synchronisatie is nog niet gestart. Ik kan nog aangeven hoe vaak die dit moet uitvoeren. Dat laat ik voor nu even zitten. Het enige wat ik wel wil aanpassen, en daar zou ik als tip mee geven om daar goed op te letten, is het aantal HTTP requests dat je wil uitvoeren. Want toen ik hiermee aan het testen was, zag ik ineens inderdaad dat ik wel 1000 requests nodig heb om die tabel bij te werken. En voor mijn demo is dat veel te veel en ik heb mijn maximale aantal dagelijkse REST requests in Apex ook op een limiet staan van 1000. Dus laten we zeggen dat ik maar de eerste 10 pagina's wil. Nou, dat kan. Ik haal er wat vanaf. Ik zeg 10, save and run. Op de achtergrond wordt nu een scheduled job gestart die de hele synchronisatie voor mij gaat uitvoeren.
Het duurt niet zo lang. Ik kan de pagina verversen. En dan zie ik, de laatste synchronisatie is 6 seconden geleden. Onderaan vind je een log. En wat zien we daar? Hij heeft inderdaad in dit geval 11 requests gedaan en 201 rijen. Die laatste request, dat is alleen maar om te kijken, is er nog meer data? Het is incomplete. Ja, dat klopt. Er waren natuurlijk nog veel meer data die je kon gefetcht worden, maar ik heb het limiet gezet. Maar de data is daadwerkelijk ingelezen. Dat zie ik aan het aantal rijen dat aangemaakt is. Als ik bij de tabel ga kijken, kan ik hem in SQL Workshop direct tonen. En daadwerkelijk zien dat mijn data in de tabel zit. En dit zou een goed moment zijn om bijvoorbeeld voor een keys aan te leggen of via Oracle Text indexen aan te leggen om er beter in te zoeken. Dit zou nog sneller moeten zijn dan de gecachte JSON respons. Want die moet nog steeds geparsed worden naar een tabelstructuur. En dit is al in tabelstructuur. Ik moet nog één ding doen om er dit gebruik van te maken in mijn applicatie. Daarvoor kan ik pagina 7 wijzigen. Hier is mijn cards region. En ik zeg, ik wil graag gebruik maken van die nieuwe synchronisatietabel. Save and run the page. En er is weinig veranderd. Ik zie al mijn data, maar het gaat nu nog een stukje sneller. Daarnaast hebben we een aantal verbeteringen doorgebracht aan de faceted search region. Die kun je nu laten tonen, elke facet, dus elke filter item als het ware, met een chart. Zodat je een beter inzicht krijgt in de verdeling van je data. Een tweede functionaliteit die we hebben toegevoegd is, als je een ja-nee kolom hebt, die slechts bijvoorbeeld 2 waarden kan bevatten, kun je die toevoegen aan een facet group. Dan wordt die hier getoond. Als het ware een hele eenvoudige facet die gegroepeerd wordt, gebundeld wordt in 1 groep. En wat we natuurlijk hebben gedaan, is dat de cards region direct al werkt met faceted search. Dus we hebben daar een klein voorbeeld van. Faceted search with cards. Het gaat om de employee data. En ik heb aan de linkerzijde mijn facets waarop ik kon zoeken. En dat werkt prima. Ik kan inderdaad hier een chart tonen. In dit geval is het een pop-up, maar ik zou het ook in lijn bijvoorbeeld bovenaan mijn report kunnen tonen. Dit is een simpel voorbeeld, maar het wordt daadwerkelijk al echt gebruikt. Dus als je gaat kijken naar de Ask Tom video's van de Oracle Office Hours, dan is dit wel een goede implementatie, denk ik, van wat er mogelijk is. Ik kan direct gaan zoeken op alle Apex video's in het Engels. Zeer populair van het afgelopen jaar. En dan zie ik dat ik uitkom bij 1 video van mijn collega Anthony Rayner met de Beginner's Guide to Oracle Apex. Er is nog een ander voorbeeld, vooral voor DBA is misschien interessant. Dat is apex.oracle.com/databasefeatures, waar je alle features ziet binnen een bepaalde focus area. Dus op application development zou ik kunnen zoeken op PL/SQL en dan nieuw features in 21. En daar zie je er een aantal. Vervolgens kun je er weer op klikken om een uitgebreidere omschrijving te krijgen. Ook hier gebruik gemaakt van Apex, in dit geval een classic report met faceted search. Automations is een ander onderdeel. Ik denk erg krachtig. Je moet even begrijpen hoe het werkt. Je hebt bepaalde condities en als er aan die condities wordt voldaan, wordt er 1 of meerdere acties uitgevoerd. En die condities geef je voorlopig vooral op via een SQL statement. Als er bijvoorbeeld rijden worden gevonden, dan wordt de actie uitgevoerd. Als er geen rijden wordt gevonden, wordt er niks uitgevoerd. Daarbij hoort een nieuwe public API, de Apex Automation Package.
En laten we daar nog even naar terug gaan, hoe dat er in het echt uitziet. Het is een simpel voorbeeld wat ik ga geven. Want ik wil collega's een salarisverhoging geven. Ik ga naar dezelfde applicatie, terug naar de Shared Components. En onder Application Logic vind je de Automations. Laten we er een nieuwe aanmaken. Give raise. Ik ga ze een salarisverhoging geven. Ik kan kiezen wanneer ik het wil uitvoeren. Dat het altijd on demand is. En dat is het mooie. Want we hebben die nieuwe API. En ik zal de API ernaast openen. Apex Automation. Je kan namelijk vanuit je code een automation starten. Dus je hoeft hem niet te schedulen. Maar het kan wel. Je bent daar vrij in. Of scheduled. En wanneer? Elke 15 minuten. Of custom. Nou, en dan kun je nog veel meer details opgeven. Ik ga nu voor mijn simpele demo voor on-demand. En ik wil inderdaad een query opgeven. Dus ik wil een aantal condities opgeven. En over die rijen ga ik de automation uitvoeren. Ik ga een SQL statement opgeven, maar het zou dus ook een REST data source kunnen zijn. Select star from emp, where job is manager. Managers moet je altijd te vriend houden. Juist. Create. Hier zie ik eigenlijk hetzelfde als in de wizard. On demand. Initiated on als deze query resultaat teruggeeft. Het is een SQL query. En dan wordt er een actie uitgevoerd. Je krijgt altijd een soort dummy actie. Die doet niks. Maar het zorgt ervoor dat je automation automatisch werkt. Execute actions when the rows are returned. Het enige wat ik nu moet doen is om deze automation te laten werken, is mijn action aanpassen. Ik zal je laten zien dat het inderdaad een dummy is. Want we gaan code uitvoeren. Veel SQL code. Alleen het statement is erg mager. Dus ik heb wat klaargezet. We kunnen het salaris updaten van die persoon. Dus dit wordt rij bij rij uitgevoerd. Voor elke rij uit het resultaat van wat we dan die standing query noemen, die aan het begin opgaf. Dus voor alle managers ga ik het salaris met 10% verhogen. En daarbij wil ik het nieuwe salaris terugkrijgen, zodat ik kan loggen wat het oude salaris was en het nieuwe salaris. En ook hier maak ik gebruik van van de API, Apex Automation, en ik wil een informatie message als log bijvoegen. En die wil uiteindelijk alleen maar één input parameter. Apply changes. Save and run. Dus dit wordt op de achtergrond uitgevoerd. Wat er gebeurt is, het is eigenlijk een soort van schil rond de scheduler jobs. Al deze actions worden uitgevoerd als zijnde een scheduler job. Je kan dus ook de logging terugbekijken. Als je gaat naar automations en dan naar het execution log, zie je dat mijn automation is uitgevoerd. Het was succesvol en het was gedaan voor 3 rijen. Dus 3 managers hebben nu een salarisverhoging gehad. En ik zie precies wat die verhoging in heeft gehouden. Voor de DBA's, de jobs zelf, de scheduled jobs, die worden aangemaakt onder het APEX-schema, niet onder je parsing-scheme. Dus er zijn geen extra rechten nodig. De report printing, daar ben ik zelf mee bezig geweest. Vanaf APEX 20.2 heb je native PDF en Excel. En PDF zat er al in 20.1. Dus we hebben geen externe report print server meer nodig. Het is pure PL/SQL code die PDF's voor je aanmaakt en Excel bestanden voor je aanmaakt. Wat we voor PDF in 20.2 hebben toegevoegd is dat Chinese, Japanse en Koreaanse karakters ook ondersteund worden. En dat zie je hier in het voorbeeld. Daarnaast hebben we het interactive report bijvoorbeeld en het classic report uitgebreid, zodat daar gebruik van gemaakt kan worden. Er zijn 3 componenten, 3 region types
die report printing ondersteunen. Het Classic Report, Interactive Report en het Interactive Grid. En een andere wijziging is dat je bij het Interactive Report, voorheen kon je alleen HTML als e-mail verzenden, maar nu kun je alle bestandsformaten verzenden. Hoe werkt dat? Dan ga ik even snel naar een andere applicatie. En dan een sample reporting applicatie. Laten we het Interactive Report pakken. Allereerst moet je de downloadformaten moet je selecteren in je page designer. Onder de region attributes kun je selecteren. Ik wil dat PDF beschikbaar is, of Excel, of CSV, of HTML, of een combinatie. Ik heb alles aangevinkt nu. Laat ik je bijvoorbeeld even Excel tonen. Die wordt vrij snel aangemaakt. Het ligt natuurlijk aan het aantal rijden, maar de performance zou voldoende moeten zijn. En je ziet dat alle data, dus niet alleen de getoonde rij op het scherm, maar alles, wordt geëxporteerd naar Excel. De eerste rij bevat de headers, dus die maken we van tevoren frozen. Standaard. Daarnaast hebben we automatische kolombreedte toegevoegd. Afhankelijk van de inhoud van de tekst die je heeft. En natuurlijk zit er wel een limiet op. Maar je ziet, taskname is bijvoorbeeld veel groter dan het project en de startdate. Bij de startdate, dit zijn echte native Excel datums. En we proberen de format mask van Oracle te mappen aan het Excel format mask. Dus hier zie je daadwerkelijk dat het intern om een datum gaat met een format mask. En hetzelfde doen we trouwens met numbers. Hier hebben we een groepskarakter toegevoegd voor de nummers. Mocht je nou meer features hebben gebruikt in je report, dan is dat geen enkel probleem. Als een gebruiker bijvoorbeeld een control break, highlights heeft toegepast, aggregates, zo'n beetje alles, dan kun je dat nog steeds downloaden. CSV niet, dat is een formaat wat dat niet aan kan, maar download je als HTML. Zit dat er allemaal in? Excel. Hetzelfde verhaal. Je krijgt precies wat je op je scherm ziet. En tenslotte PDF. Ook. Mocht je nu zelf een query hebben en je denkt, ik wil die query exporteren naar HTML, CSV, Excel, XML, JSON, dan kan dat. We hebben een Apex Data Export API. Die je in staat stelt om zelf je data te exporteren. En ik zal je even kort laten zien hoe dat werkt. Ik heb een REST service aangemaakt. En ik laat je een standaard voorbeeld zien. Het werkt op basis van een query context. Dit is al bestaande functionaliteit, maar we hebben de Apex Exec package. Daarmee kun je een context openen. En een query context wil zeggen, ik wil vanuit mijn lokale database deze query gaan uitvoeren. Omdat ik niet in Apex zit nu, maar in een REST endpoint, zal ik tijdelijk een sessie moeten aanmaken, omdat de Apex Exec package die informatie nodig heeft. Die context geef ik mee aan de export functie. En ik zeg wat het formaat moet zijn en ik geef een bestandsnaam op. Mijn query context moet ik handmatig sluiten, maar daarna kan ik het resultaat, dus de export, die is gedraaid, die bevat een blob bijvoorbeeld, kan ik doorgeven aan de downloadprocedure. En dat is alles wat ik hoef te doen. Dus ik krijg het resultaat van deze query in een formaat naar keuze, want ik gebruik een query parameter voor mijn REST API. Standaard, als ik niks opgeef, zal het HTML zijn. Maar ik kan je de twee extra formaten nog wel even laten zien. Bijvoorbeeld JSON. Heel simpel, ziet er als volgt uit. Al je items als array en elke rij is een object. XML ziet er ongeveer hetzelfde uit. En uiteraard PDF en dat soort dingen worden ook hier ondersteund.
Als we gaan kijken naar een aantal kleinere dingen. Deze heb ik al even verteld, maar het gaat erom dat de attributen van je region type verplaatst zijn. Dus voorheen had je je attributes van je region onder de region zelf, in de tree. En die zijn verplaatst. En nu vind je ze terug als een extra tab aan de rechterzijde. We hebben een nieuwe code editor in de browser. En die heet de Monaco editor. Mocht je er niet van gehoord hebben, misschien al wel gebruikt. Want dit is intern de editor die Microsoft Visual Studio Code ook gebruikt. Het mooie is, hij is volledig accessible. Dus mocht er werknemers zijn met die dat nodig hebben, dan is dat beschikbaar. En we hebben code completion toegevoegd, syntax highlighting en zelfs voor Quick SQL. Het geeft dezelfde look and feel en de werking als in een text editor, maar nu in de browser. Embedded code is een nieuwe utility die je in je applicatie kan vinden onder utilities. En die geeft je snel een overzicht aan de code die je hebt. Je custom code van een applicatie. Of alle mogelijke plekken van je applicatie. En het idee is om snel te kunnen tonen, oké, deze applicatie is zeer complex of hij is juist erg eenvoudig. Uiteraard kunnen we geen code vinden die in JavaScript bestanden worden geladen, maar alles wat je zelf in Apex hebt getypt of geplakt, zal getoond worden. En het aardige is, je kan hem downloaden en dan krijg je alle code in het juiste bestandsformaat. Die zou je kunnen toevoegen aan bijvoorbeeld je versiebeheer. En als je dat elke keer exporteert, dan zie je, dit is er deze week aangepast in mijn applicatie. Je kunt het niet terug importeren voorlopig, maar daar kijken we wel naar in de toekomst. Een aantal items die verbeterd zijn. We hebben de single checkbox. Voorheen ken je misschien als plugin de simple checkbox. Dit is ongeveer hetzelfde. Het is een checkbox die ja en nee kan bevatten, true of false. Het aardige is, in een interactive grid kun je die gebruiken, zelfs als je niet in edit mode bent. Dus je kan snel wat data selecteren. Niet te verwarren met de row selector. Het is echt een nieuw item type. Voor de tekstveld hebben we bijvoorbeeld toegevoegd dat je de trim spaces en de text case kan veranderen. En ook een mooie verandering. Even kijken. Nou ben ik te ver. Deze. Is de drag and drop. Dus de file browse item is niet langer een simpele knop waar je op moet drukken met browse. Nee, je kan er meerdere bestanden naartoe slepen. Wat kleine wijzigingen. Bijvoorbeeld onze tree support nu de refresh functionaliteit en lazy loading. En dan hebben we nog de Apex Web Service API aanbevolen. Mocht je REST request doen vanuit Perl SQL, dan wordt nu ook multipart form en form data geboden als optie. Onze JavaScript libraries upgrade. Eigenlijk altijd hebben we wel een nieuwe Oracle Jet versie die we toepassen. jQuery, de laatste update. CK Editor 5 is belangrijk. De rich text editor zal er iets anders uitzien. Het zou kunnen, mocht je veel customisatie hebben gedaan met JavaScript, zou ik even goed controleren of die customisaties nog werken. En natuurlijk de nieuwe Monaco editor, maar die is alleen beschikbaar in de builder en wordt niet als extra item gebruikt. Heel belangrijk nog, de de-supported features, want het zijn echt wel belangrijke. Vanaf 20.2 kun je alleen nog maar gebruik maken van Apex in combinatie met ORDS, de Oracle REST Data Services. Dus niet langer Modpeel SQL. En daarnaast Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. En dat is ook echt zo, want we maken gebruik van een nieuwe manier van JavaScript schrijven op een paar plaatsen, maar toch. En hetzelfde geldt voor CSS. We gebruiken nu features die Internet Explorer niet ondersteunt. Dus hou daarmee rekening. En dat was het wat mij betreft. Ik zie dat ik 2 minuutjes langer ben, maar dat is volgens mij prima. We gaan even kijken wat voor vragen er zijn.
Tot nu toe nog niet, maar we wachten heel even. Ja, in de tussentijd kan ik wel melden dat ik ben niet echt jouw publiek, zeg maar. Ik ben meer naar als een DPA-ervaring. Maar ik heb geboeid geluisterd naar jouw Apex-verhaal. Nou, dat is mooi. Ik vind het wel heel mooi om dat in demo-vorm te zien. Dat zie je niet zo vaak. Ik moet zeggen, bevalt me wel. Oké, ja. Top. Goed en in het Nederland? Ja. Dat komt toch anders binnen, inderdaad. Kijk, ja. Ik zie één vraag. Versiebeheer. Ja, ja dat is het altijd. De bestaat uit twee delen. Dus aan de ene kant heb je applicatiecode. Die gebruiken de meeste mensen Git voor je packages of SVN. De Apex zelf wordt nog altijd opgeslagen in je database als je een restore wil doen. We zijn natuurlijk wel aan het kijken voor een betere versiebeheer. De definitieve oplossing laat nog een beetje op zich wachten, maar we zijn ermee bezig om beter versiebeheer te kunnen krijgen in Apex, absoluut. Kun je ook één PDF genereren op basis van twee queries? Nee, voorlopig niet. Het is echt, je geeft één query context op en dat is je resultaat. Hetzelfde geldt voor Excel. Ik krijg vaak de vraag, kan ik meerdere worksheets openen? En ik snap de vraag, het zou mooi zijn, maar voorlopig wordt dat nog niet ondersteund. Is het makkelijk om versie 18.2 te upgraden naar 20.2? Ja. Dat zou makkelijk moeten zijn. Het maakt geen verschil of je van 18.2 of 19.1 of 20.1 upgrade naar 20.2. Dat zou perfect moeten lopen. En laat het me weten als het niet zo gaat. Dat waren de vragen. Ja, volgens mij ook inderdaad. Nog een laatste, nog eens. Ik denk vanaf welke database versie. Ach, hou me ten goede, maar ik geloof dat het 11.2 is die we officieel nog support voor leveren. Ja, laten we voorlopig zeggen 11.2 en ik kan het voor je nazoeken. Dat staat in de documentatie die je online kunt vinden bij de installatiegegevens van Apex 20.2. En een opmerking van Leon, denk dan wel aan de minimum voor de eerste versie bij 20.2. Ja. Ja. Voorheen kon je met ODS zelfs nog PDF's aanmaken. En sinds 19.4 is dat niet meer beschikbaar. Maar een oudere versie van ODS zal werken. Ik weet alleen niet wat de laatst gesupporteerde versie is van ODS. Mooie toevoeging van even. Oracle Apex 20.2 is fully supported through Oracle Support Services in all editions. Cool. Juist, vanaf 11.2 inderdaad. Ja. Ja. Top. Ja. Dankjewel, okay. Steven. Ja. Apart. Voor Apex 20.2 is het volgens mij ODS 19.1. Het zou goed kunnen. Die informatie heb ik zelf niet paraat, maar dat zou inderdaad goed kunnen. Volgens mij kunnen we dan langzaam afronden. Ja, bedankt iedereen voor de aanwezigheid, nogmaals. Ja, ook namens Oracle User Group. Jij bedankt en toehoorders bedankt dat ze in behoorlijke aantallen zijn komen opdagen. Dan ga ik hierbij de sessie sluiten, maar niet voordat ik nog even gemeld heb dat we nog morgen hebben nog een laatste presentatie. Dat is Mike Dietrich over upgrade van database. Dat geeft ook altijd wel een, die heeft ook altijd wel een heel mooie presentatie. Oké, dan sluit ik hierbij de sessie. Ik dank iedereen. Menno, jij hartstikke bedankt. Dank jullie wel. Ja, en een fijne avond. En een fijne avond iedereen. Oké. Goeiedag.